Ben jij op zoek naar een hoekwoning met een garage en ben je handig? Dan zoeken we jou. Welkom op Gilderland 10. Welkom allemaal bij weer een nieuwe woonvideo. Vandaag ben ik op de Gilderland nummer 10 en zoals ik net al zei in het begintune, een hoekwoning met een royale garage. En zoals je ziet een hele ruime oprit. Nou, je kunt er eventueel nog een extra garagebox bij kopen. Dus wil je twee garageboxen? Nou, dan is het natuurlijk helemaal uniek. We hebben vandaag in de aanbieding een hele royale hoekwoning met 4 slaapkamers, hele royale zolder. Het is wel wat gedateerd, dus als jij handig bent en je houdt van klussen, dan is dit wellicht echt een unieke kans voor jou. Ben je nou benieuwd naar binnen? Kom maar met me mee. Nou, bij binnenkomst hebben we hier direct een vrij ruime hal. Hier hebben we de meterkast, een garderobekast, het toilet en de trapopgang. Ga ik je nu meenemen naar de woonkamer. Wat bij binnenkomst direct opvalt aan deze kamer is dat het een hele leuke speelse vorm heeft. De voorkamer kijkt uit op de straat, is voorzien van een open haard, mooie laminaatvloer. En hier heb je ruimte voor de eethoek. Deze kijkt mooi uit op de tuin. Je kunt hier eventueel nog mooi openslaande deuren plaatsen. En hier hebben we nog een kast onder de trap. Achter deze deur bevindt zich de keuken. Het is nu dus een dichte keuken. Maar om meer ruimte en openheid te creëren in deze kamer, zou je bijvoorbeeld ook een mooie open keuken kunnen maken om de muren te verwijderen. Maar ik laat je nu de huidige keuken zien. De keuken is eenvoudig, maar wel netjes. Heeft wat inbouwapparatuur en ruimte voor een zithoekje. En vanuit hier heb je een doorloop naar een hele royale bijkeuken. In de bijkeuken is nu een soort tweede keuken aanwezig, maar is natuurlijk voor heel veel diverse doeleinden geschikt, want hij is echt ontzettend ruim. En vanuit deze bijkeuken heb je toegang tot de tuin. De eerste verdieping is echt ontzettend ruim. Heeft 3 slaapkamers, waarvan 2 echt hele grote en natuurlijk een badkamer. Dit is een van de grote slaapkamers. Deze is gelegen aan de voorzijde, voorzien van een laminaatvloer en van een wastafel. Dit is de tweede hele grote slaapkamer. Er staat nu geen bed, maar hier kun je heel goed een tweepersoonsbed kwijt. Heel veel kastruimte en hier heb je uitzicht op de tuin. De derde slaapkamer is de kleinste kamer, maar is nog steeds best wel ruim. Deze kamer heeft ook uitzicht op de tuin en heeft als extraatje een balkon. En dan hebben we natuurlijk op de verdieping nog een badkamer. De badkamer is voorzien van een toilet, een douche en een wastafel. Wat zo mooi is aan deze huizen is dat ze ontzettend ruim zijn. Het is lekker hoog, dus je hebt ruimte voor een vierde slaapkamer. Hier op het overloopje hebben we cv-opstelling en nog extra bergruimte. De vierde slaapkamer is dus echt heel erg groot. Het zou ook prima een werkkamer kunnen zijn. We hebben hier daglicht door het dakraam en nog extra bergruimte. Via de bijkeukendeur heb je dus toegang tot de tuin. De tuin is gelegen op het westen. Dat betekent dat je lekker het middag-avondzonnetje hebt. Nou, ben jij nou benieuwd naar deze woning en ben jij die handige klusser die wij zoeken? Kijk op www.gilderland10.nl voor meer informatie of bel ons kantoor voor het maken van een bezichtigingsafspraak. En wie weet zie ik je hier snel.